Mevrouw Lambert! Ja, goeiedag mensen en leuk dat je weer kijkt naar deze allernieuwste vlog van Ik Vlog Niks. Nou, vandaag is het weer zover. Onze musical gaat vanavond in première en we gaan nu eventjes een kijkje nemen in de theaterzaal waar het straks allemaal gaat gebeuren. Vanavond is het zover. Vanavond om 8 uur dan begint de voorstelling hier in het podium Kloosterhof. Ik heb ontzettend veel zin in en het decor is dit jaar verbluffend. Ja mensen, ook het decor ziet er dit jaar weer spectaculairder uit dan vorig jaar. We gaan even een kijkje nemen beneden. Oh meneer. bij de kleedkamer, want daar wordt nu druk gewerkt aan de kostuums en de visagie, de kapsels, noem alles maar op. Dus gaan we daar even een kijkje nemen hoe het er daarvoor staat. Nou, we zijn gearriveerd bij de haar en make-up. Spannend! Nou, fijn dat we dat ook even weten. Dus u ziet het mensen, er wordt hard gewerkt aan de laatste voorbereiding hier beneden in de kleedkamer. Alles staat zo goed als klaar. Dus ja, ik ga het zo meteen ook een make-up behandeling krijgen. Ik heb er heel erg veel zin in. Nou mensen, nou word ik even onder handen genomen. We beginnen met het haar. Zit hij weer in de ja. Mensen, ik heb me ondertussen even in mijn kostuum gehezen en ik ga jullie nu een kijkje weer geven achter de schermen. Even een kijkje achter het decor. Want ja, we hebben nou natuurlijk al de voorkant gezien, maar nog niet de achterkant van het decor. Ja, er is eigenlijk niet echt heel erg veel veranderd. Het ziet er allemaal nog een beetje hetzelfde uit als vorig jaar. Alles staat hier weer uitgestreken over de vloer. Het enige originele van het decor van vorig jaar is het luikje. Daar zit nog een stukje behang van vorig jaar zit erop. Voor de rest is alles veranderd, alles is nieuw. Er is een deur bijgekomen, er is een trap bijgekomen. Kortom, alles is weer veranderd. Ik ga hier gewoon een kijkje nemen achter de schermen. Ja mensen, het gaat weer de goede kant op. Over een paar uur dan is het weer zover. We gaan dadelijk nog eventjes een gehele doorloop doen. De generale repetitie, zoals we dat noemen. En ja, het decor, ik ben er verliefd op. Het blijft ontzettend leuk om naar te kijken.
wereldreis door Parijs, super tof. Lekker shoppen door de straten van Parijs. Nou mensen, we hebben net een generale repetitie gehad en we gaan nu eventjes lekker een hapje eten. Gewoon een raad! Lijf! Ziet je wel? Doe even een duimpje omhoog, omdat je het kapsel ook zo leuk vindt. Ja, het is bijna tijd. Is toch wel vanavond? Nog bijna meer dan een uurtje en dan gaan we de muziek spelen. Dus we hebben er heel erg veel zin in. Als de CNA duiven komen. Maar dat maakt me niet uit, want ik hou van zijn fluit. Hoor jij het vol uit je kast? En ja, hoor jij het vol uit je kast? Hoor jij het vol uit je kast? Juffrouw, heeft u nog een extra deken voor me? Ah, een extra deken zei u. Ja, natuurlijk, komt u maar. Ja, extra dekentje. Die kant op zei u. Ja, perfect. Hier de deur. Ik ga me toch niet vertellen dat ik alweer met mijn handen in die pot moet. Ik heb net al een strontronde vandaan. Ik ga daar echt weer in. Michelle heeft al een nagel gebroken. Dan ga ik waarschijnlijk weer een nagel breken. Dat kost me 17 magicures. Het is toch niet te geloven? Ik word er helemaal schijt. Ik word er helemaal gek van. Ik word er helemaal gek van. Ik word er helemaal gek van. Kom nou maar gewoon mee. Oh, nee, alsjeblieft. Mevrouw Lambert! Oh. Oh. Ik heb zo'n mes van haar met trillen gespat! Sorry, dat heb ik alleen bij mensen die heel lelijk zijn. Hey. Ga even lekker liggen. Ja, niet hier! Wat is dat voor spul? Dat is een zeer speciale spul opgegraven van de Himalaya. Nee, die hadden we vorig jaar. Was dat vorig jaar? Vorig jaar toch? Of nee, dat is je niet. Quinten! Plassen, pa! Heel veel plassen! Plassen helpt echt waar! Andere plassen! Wilt u even doorgeven dat die bak koffie echt niet te drinken is? Hoe smaakt die? Nou, best wel zuur eigenlijk. Nou, weet je wat? Dat was lekker bij die zure kop van je. Ta. Mijn man? Nee! Nee! Je laat je gedachten gewoon de vrije loop. Je vergist je helemaal. Je zit er helemaal naast. Soms denk je, hij is het wel.
Oeps, soms denk je, hij is het niet. Ik ben homo. Wat? Geweldig! God sta me bij. Ik zou te zeuren, man. Zeuren! Ik loop te zeuren. Ja mensen, het zit er alweer op en wat was het geweldig! Heel erg bedankt voor het kijken naar deze allernieuwste vlog. Vond je dit nou een hartstikke leuke vlog? Doe even dat blauwe duimpje omhoog. Wij gaan hier nog verder met opruimen en ik zou zeggen tot de volgende keer. Doei!